vertellen waar Studio Bleep voor staat. Ja, nou, Studio Bleep is een game studio. Ik samen met mijn zakenpartner doen we dat, als Merel van der Wees. Dus zij heet Merel en ik heet Rineke Schaap. Dus ja, Merel, Blackbird en Sheep. Dus Bleep. Ah. En natuurlijk games, dus dat heeft ook met ja, Bleep, de geluidjes met spelletjes en dergelijke. Dus vandaar dat we op Studio Bleep kwamen. Oké, okay, en hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen? Nou, ik heb in een ver verleden psychologie gestudeerd. En daarna ben ik multimedia en vormgeving gaan studeren. Met een game, met een specialisatie in game design en development. En daarop ben ik afgestudeerd op een onderzoek naar spellingsgame voor kinderen van groep 3. Yeah. Om ze ja, te helpen om sneller en beter te leren spellen. Nou, ik had daar een heel onderzoek naar gedaan en daar ben ik na mijn studie mee verder gegaan. En op een gegeven moment had ik eigenlijk wel hulp nodig van mensen. Dus toen ben ik bij mijn oude studie teruggegaan en gevraagd of daar nog mensen waren die mij misschien wilden helpen. Dus een soort van vacature uitgestuurd, zeg maar. En daar reageerden een aantal mensen op en zij is er eigenlijk van overgebleven. Oké, programmeren doen jullie zelf? Ja, daar hebben we nu nog iemand anders voor. Okay. En daarnaast probeer ik zelf heel veel te doen met Game Maker. Maar ik ben zelf van nature geen programmeur. Dus ja, ik weet die code, zeg maar. Als ik ze zie staan, dan weet ik wel wat het betekent. Maar ik kan ze niet zelf bedenken. Dus daar hebben we nu iemand anders voor. Maar ja, die heeft ook een vaste baan. Dus zodra die het niet meer kan, dan moeten we dat uitbesteden. Maar daar hebben we ook alweer iemand voor. Jullie al weer iemand voor? Ja. Oké. Okay. Wanneer zijn jullie ongeveer gestart? Ik ben vorig jaar mei gestart. Merel die is er rond juli, augustus ongeveer bijgekomen. En eigenlijk zijn we pas sinds een maandje of twee serieus bezig. Daarvoor was het toch nog opstarten. En, wat kwam daar allemaal bij kijken bij dat opstartproces? Nou, natuurlijk elkaar leren kennen, want we kenden elkaar nog niet eerder. En waar onze specialiteiten lagen. En wij zijn naar uitgeverijen gestapt met de spellingsgame al. En ja, dat soort dingen. Website maken. Hoe is dat dan, om naar zo'n uitgever te gaan? Met welk doel ga je daar dan naartoe? Nou, in eerste instantie om gewoon rond de tafel te gaan zitten en zeggen ja, wie je bent, wat je doet en wat je voor elkaar kunt betekenen. Ja, dat was heel interessant. Oké, en wat heb je daar dan van geleerd? Nou, wat ik er vooral van heb geleerd, ikzelf dan, is dat de manier hoe je kunt presenteren. En ja, verder was het gewoon ook heel leerzaam om met zulke grote, want we zijn bij uitgeverij Team en Meulenhof geweest. En bij uitgeverij Zwijzen, dus dat zijn natuurlijk wel grote namen. Dus daar zijn wij dan binnen geweest. En dat was, ging heel goed eigenlijk. Ja, je hebt gewoon de telefoon opgepakt en ze gebeld. Ja, ja. Zo ging het. Okay. Ja. En dan zo is het makkelijk kan zijn. Dus. Ja. Ja, klopt. Nou ja, goed, dan word je wel een beetje nog van kastje naar de muur gestuurd. Maar dan op een gegeven moment, dan kom je er wel in. Dus dat ging allemaal wel vrij snel nog. Dus. Oké. Okay. Ik zie dat je al een prijs hebt gewonnen. Dat ja, is wel heel klopt. Snel. Ja, kun ja. Kun je daar wat over vertellen? Nou, wij zijn, het was ongeveer een maand geleden, hebben we meegedaan met een game jam van Indie Comedian. Dat was in Groningen, dus dat was hier om de hoek. Dat was heel fijn. En daar hebben we meegedaan in een game jam. En een game jam is dan een wedstrijd waarin je in 48 uur een game moet ontwikkelen. En die moet dan dus ook werken. Daar hebben we aan meegedaan. Je krijgt dan op vrijdag krijg je een thema te horen. Dus je kunt ook niet van tevoren beginnen. En dan ga je gewoon met z'n allen een heel weekend lang heel hard ploeteren om een game af te maken in teamverband. Hoe groot is dat team waar jullie mee waren? Wij waren met z'n vieren, hebben wij meegedaan. Oké, okay, jullie hadden een werkend product. Ja, ja. En kunnen mensen dat nu spelen? Ja, op www.zombieseatmygame.nl. Okay. Daar is hij te bespelen. En ja, ben benieuwd wat mensen daarvoor vinden. Ja, leuk. Is dat dan de eerste game? Of?
Ja, de eerste game inderdaad. We hebben wel nog een opdracht voor het maken van een bordspel. Dus dat doen we ook. En dan is een voorlichtingsgame voor de ICT-branche. Dus voor middelbare scholieren die moeten kiezen welke studierichting ze opgaan. Of wat ze na de middelbare school gaan doen. En dat is dan om ze voor te lichten over ICT, wat ICT inhoudt. En dat het dus meer is dan iets met computers. Okay. En daar hebben we dan een bordspel omheen ontwikkeld. En waar willen jullie naartoe groeien? Wij willen uiteindelijk een game studio, gewoon een volwaardig game studio zijn. Die zowel via opdrachten games maken als dat wij gewoon zelf onze ideeën uitwerken. En dan die ideeën, wil je die nog richten op een bepaalde doelgroep? Of, Ik denk over het algemeen zal de doelgroep tussen de 8 en 35 jaar zijn, of 25, zoiets. Oké, okay, dus ook echt voor hele jonge gamers? Ja, ja. Okay. Ja. Van waar die interesse voor jonge gamers? Nou, vooral, ik heb natuurlijk in eerste instantie een onderzoek gedaan naar een spellingsgame voor kinderen van groep 3. Ja. En dat vond ik heel leuk. Ik heb vroeger ook heel veel opgepast. Lijkt je ook gewoon leuk om daarmee door te gaan? Dus. Ja, ja. Okay. Ja, en vooral voor het basisonderwijs vind ik heel interessant om daar educatieve games voor te ontwikkelen. En je ziet ook wel eens dat bedrijven game-elementen gaan toepassen op binnen hun eigen bedrijf. Mm-hmm. Zie je dat ook gebeuren? Of heb je daar nog tips voor mensen die proberen game-elementen toe te passen? Ja, een doelgroeponderzoek is natuurlijk heel erg belangrijk. Gewoon echt meeleven met je doelgroep. En wat voor elementen moeten zeg maar in een game zitten en wil succesvol worden? Dat ligt er dan wel heel erg aan wat de doelgroep precies is. Okay. Voor jonge kinderen is dat dan natuurlijk anders dan voor mensen in het bedrijfsleven. Voor jonge kinderen is het vaak natuurlijk met mooie kleuren en dergelijke. En een karakter wat aanspreekt of dat soort dingen. Ja, en een verslavingselement. Ik vind gamen altijd vaak heel erg verslavend. Mm-hmm. Probeer je dat ook echt in te verwerken? Ja, eigenlijk is dat verslavende, is ook wel... dat kun je eigenlijk bereiken door zeg maar een uitdaging in het spel te brengen. Waarbij de speler zo ver wordt uitgedaagd dat hij bijna zou opgeven. En dan vlak voordat hij het daadwerkelijk opgeeft, dat hij het eigenlijk dan wel haalt. Dat is echt, eigenlijk is dat zo'n beetje de heilige graal van de gaming. Als je dat punt weet te vinden voor je doelgroep, dan heb je dus echt een hele goede game. Oké. Okay. Maar dat punt vinden is dus echt de uitdaging. Ja, dat is echt, ja. En zijn daar ook methoden voor hoe je dat punt kan vinden? Dat is nou een echte methode. Ja, je moet gewoon heel goed naar je doelgroep kijken. Een onderzoek doen van wat voor spellen spelen ze over het algemeen. En wat is hetgene wat hun vasthoudt aan een specifiek spel. Of wat voor dingen vinden ze leuk om te doen. En ja... Ja, heb je dan ook heel veel testruns? Ja, ja. Oké, okay, dus dan uiteindelijk dan heb je de sweet spot en dan net voordat ze opgeven, dan krijgen ze dat snoepje. En dan ja, precies. Oké, okay, leuk. En het verdienmodel? Wat voor verdienmodel? Eerst gewoon in opdrachten werken? Ja, we werken nu veel uit opdrachten. En als we zelf een game maken, dan verdienen we er natuurlijk in eerste instantie niet van. Maar dan uiteindelijk als het dan te bespelen is, dan via advertenties of via in-app purchases, zoals dat tegenwoordig veel in is. Mm-hmm. Dus dat je een spel hebt die gewoon in eerste instantie gratis aangeboden wordt, maar dat je extra dingen, extra uitdagingen kunt kopen en daar dus dan dus voor betaalt. En hoe lang duurt het ongeveer om een spel te maken? Het ligt er heel erg aan wat voor spel er wordt gemaakt. Want we hebben nu natuurlijk bijvoorbeeld een spel gemaakt in 48 uur. Nou, dat is natuurlijk een vrij beperkt spel dan nog.
Maar ja, je kunt ook zo uitgebreid mogelijk als je wil. Ja, dan kun je er wel een paar jaar mee bezig zijn natuurlijk. Ja. Maar over het algemeen een paar maanden of zo. Maar is dat dan ook een groot risico? Omdat je misschien denkt van dit is helemaal geweldig. En dan gaan we zoveel jaar gaan we aan dat spel werken. En misschien zit niemand daarop te wachten. Ja, als je echt jaren aan een spel gaat werken, dat is voor ons nog niet weggelegd. Dus dat is dan, zou dan pas ver in de toekomst zijn. Ja. Als je jezelf kunt onderhouden, dat je daadwerkelijk een jaar aan een game kunt werken. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad wel een enorm risico. Dus dat zover zijn wij nu nog niet. Het is nu, we hebben nu net weer een nieuw idee. Die kan ik nog niet te veel over vertellen, want we zitten echt nog in conceptfase. Okay. Maar het gaat iets met een game in muziek. Dat gaat belangrijk worden. En verder kan ik eigenlijk niet te veel over vertellen. Oké, nou, we wensen je in ieder geval heel veel succes bij dat project. Ja, bedankt. En bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Bioscoopkaartjes kopen, je kunt bij de Autowasstraat kun je wasprogramma kopen. Eigenlijk een platform waar je overal met je telefoon kan bestellen en betalen. Oké. En als we even helemaal teruggaan naar het begin, hoe is het idee ontstaan? Toen ik studeerde 5 jaar geleden, 5 jaar geleden.